allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik voor het eerst op een weiland, dus ik ben heel blij. Dus ik ben benieuwd. Het is best een groot stuk, dus ik denk niet dat ik dat vandaag in één keer ga redden. Maar we gaan gewoon beginnen met dit stukje achter mij. En ik zie jullie bij de eerste vondst. Hopelijk hebben we vandaag heel veel geluk. De eerste vondst is een ring. Thuis even schoonmaken. Dus met een tweede vondst. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is, maar. Dus als iemand een idee heeft, laat het even weten in de reacties. En de volgende vondst. Een grondpen of zoiets. En de volgende vondst, een bout. Tot nu toe nog niet echt iets bijzonders. Maar goed, het zonnetje is aan het schijnen. Dus we gaan lekker door. Mij heb ik een hoefijzer. Nou, dat moet gewoon geluk brengen. Nou, dat is wel een flinke. Yes. Nou, leuk. Een hoefijzer brengt geluk, zeggen ze toch? Volgens mij is het iets van een haakje voor de paarden. Nou, het glimt. Dus dat is leuk. Ik denk dat ik een klein kogeltje heb. Thuis weer even schoonmaken. Volgende vondst, weer iets van de paarden. Ja, leuk. En daarachter, waarschijnlijk zien jullie het niet, staan de schaapjes heel nieuwsgierig te kijken. Dus ik ben benieuwd of ze nog komen. En dit is mijn volgende vondst. Iets van ijzer. Ik moet het thuis even schoonmaken. Eindelijk weer wat gevonden. Een huls. Eigenlijk op een strookje waar de boer zei dat ik waarschijnlijk niks zou vinden. Maar toch een huls. Dus ik ga toch nog even op dit stukje ook nog zoeken. Ik wilde eigenlijk naar huis gaan, want ik heb het koud. Daar zien jullie wel. Mijn eerste muntje voor vandaag. Kijken wat het is. Heel licht. Ik ga hem even schoonmaken. Moment, ik ben zo terug. Ik denk dat het een stuiver is, maar ik kan het niet heel goed zien. Ik ga hem thuis even proberen schoon te maken. En dan zien jullie het in beeld. Nou, volgens mij heb ik nu een flinke musketbal. Musketbal, of hoe je het wil noemen. Hij is best wel groot en zwaar, dus leuk. Op naar de volgende. Nou, daar ligt hij dan. Volgens mij mijn tweede muntje. Denk ik. Kom zo terug. Ik denk toch niet dat het een muntje is. Ik denk dat het een afgebroken sleutel is. Maar hij is best wel dun. Op naar de volgende. En ik denk weer een musketbal. Een kleinere. Leuk. Een achterkant van een kogel. Hulsdopje. Nou, volgens mij heb ik mijn eerste loodje. Uit 1911. Top.